Helemaal in de maand juli. It's a lie. Ik hou van mango, dat vind ik echt yummy. Don't lie. Oh. Ja, ik denk gewoon wij twee, alle twee. Ik denk allebei wel. Ja, ik denk ja, wij ik, twee. Ik heb niet zoveel ja, uit. Nee. Ik zeg ons twee. Ja, dat heb ik ook. Cijfer. Maar wat hebben jullie dan eigenlijk allemaal te doen? Wat niet? Nee, ik heb mijn borsten. Ik denk dat Jamie de tanden heeft laten doen. Mijn lippen. Sowieso de tieten heeft laten doen. Mijn wenkbrauw getatoeëerd. Ik heb mijn jukbenen een keer gedaan. Traangootjes. En botox. Wimper extension. Die jij? Ik heb nagels. Ja, en dat was het moeten wel. Ja, okay. Wat wil je zeggen? Wimperspa. Oh ja. Ik heb mijn borsten, lippen, traangoot. Ja, ik wil wel een traangoot. Traangoot maar... opvullen. Hè? Ik heb botox in mijn kouspieren laten doen. Dat heb ik ook. Ja. Wat? Dat versmalt. Het is voor de tandenknarsen. Ik heb zo van die... Ja, dat helpt tegen tandenknarsen. Maar ja. Ik heb het gedaan. Ik heb zo van die brede kaken. Ik dacht dat het van haar eigen was. Wat jammer zeg. Ik zeg eerlijk, ik wist niet dat ze zo nep waren. En dat versmalt jouw gezicht een beetje. Nee, eerlijk. Als je zoveel dingen hebt gedaan en je maakt kinderen, dan ga je toch schrikken? Ja. Oh, fucking en ik heb mijn tanden ook nog gedaan. Ja, want het komt helemaal niet meer overheen straks. Ja, ik heb alleen botox en lippen gedaan. Maar lippen, ik doe dat niet. Nee, het is hier nog heel natuurlijk. Ja, is gewoon mooi natuurlijk. Ja. Maar nee, daar heb ik dus nog niet gedaan. Hè. Ik kan nog zo al die gekke... Ja, kan je boos kijken? Ja. Nee. Ik ook niet, kijk. Ik denk als je Jamie het zwembad ingooit, dat ze blijft drijven. Sowieso met die twee grote reddingsboeien. Ik kan het zeggen. Als hij het water uit kan lopen, kan ze beter wegblijven. Daar ligt al genoeg plastic in de zee. Is het bos? Dat lukt niet. Nee, wie had het? Dat telt gewoon niet. Dat mocht je nooit vragen. Dat mocht je nooit vragen. Dat mag hij nooit vragen. Nee, maar ik weet wel dat ik Shakira sowieso zou komen. Jennifer Lopez is fucking oud. Ja, maar zij is lekker, man. Ja, man, maar ze blijft niet zo. Zij is dadelijk... Ja, maar hoe oud is zij? 51 of zo. Ja, 51 maat. Maar ze is nog zo over 10 jaar is ze 60. Ja, dan man. Ben ik 30, ben ik 33. Oké, dan ga ik voor trouwen met Beyoncé. Ik vind haar gewoon de mooiste van drie. Ze is ook het jongst. Dan ga ik voor seks met Shakira. Oh, dat is vies, hè, joh. Ja, en dan helaas blijft het tillen verlopen zo over. Keus moet maken. Dat is een kutvraag. Ja, keus moet maken. Ja, ik zal die andere twee ga je niet meer willen. En ja, Jennifer Lopez is wel het oudste. Dus ja, smee zal ik toch met Beyoncé trouwen. Ja, zo dus. Ja. Nee, ik ga Jennifer Lopez is één keer die feestje. Dat gaat nog. Ja, maar voor Shakira vind ik ook wel. Ja. Als je eenmaal met een bekende gaat, dan kan je ook weer in de buurt komen van Jennifer, snap je? Dan kan je altijd nog move maken. Shakira trouw ik, dat is echt. Gewoon, ja man, ik ben echt verliefd op Shakira. Nogmaals, ik ben echt jaloers op Piqué. Mm-hmm. En ja, dan zou ik J-Lo, die zou killen. Ik had, dit mag ik eigenlijk niet zeggen. Nee. En wie was de andere ook weer? Beyoncé, ja. Die zou ik dan doen. Van Shakira ga je denk ik niet winnen, man. Ze gaat op jouw gezicht zitten, jongen. Ja, ik zijn dansen, hè. Vind je lekker dan? Hè? Je gezicht zit, is toch goed? Ja, maar ik zeg... Zo bedoel ik het niet. Ik zeg, je gaat verliezen van haar. Who won the world? Boys. Wij. Who won the world? Wij. Wij. Yeah. Tuurlijk, hey. Maat. Geef wel die mee, man. Gaat net. Ja. Ik heb echt oprecht nog nooit iets gestolen. Ik ook niet. Ik heb nog nooit van mijn... Ah! Meen je? Oh, gestolen is omhoog. Ja. Woe! Wat heb jij gestolen? Dat vond ik leuk. Ik hou een beetje van de adrenaline. Echt? Ja. Ja, baby! Yeah. Maar ik kan nou niet meer opgepakt worden hoor, als ik dit zeg. Wat heb jij gestolen? Ik viel een paar, ik kan niet meer herinneren. Nou, zoveel heb ik ook gestolen! Weet je wat ik veel heb gestolen? De harten van vrouwen. Wow! Ja, was ik echt nog jong, was echt in mijn rebelse tijd. Ja, ah ja. Oh, bellen en zo. Oh, echt? En de kruidvat of zo. Ja, het is niet dat ik op feeststal of zo. Alles ging mee naar huis. Ja. Rugzakje. Nee, joh, scherm. Maar ik liep zo naar huis. Nee, ik heb eigenlijk. Sorry, papa. Nog nooit iets gestolen. Buiten één keer heb ik wel iets gestolen. Maar dat was omdat. Mijn buurmeisje en ik hadden zo een hartjesvorm gekregen van iets. En daar zat zo een speeltje in. Maar ik was toen nog super klein. En
bij haar, zij had een spiegeltje en ik had geen spiegeltje. Maar ik wou ook eentje met een spiegeltje. Nee, ik heb wel eens eentje een keer van zijn scooter afgetikt. Die had zo'n mooie scooter. Ja, joh. Dus we waren bij haar aan het spelen en ik had dat meegepakt. Ik had dat in mijn broekzak gestoken. Dat heb jij ook gestolen. Ja, ik heb wel... Ja, gestolen. Dat is wel lijp, hoor. Kun je die tanden rapen toen of niet? Ja. Ik maak over tandenpasta en deo's. Ik wou zeggen, ik heb flessen drank bij de Albert Heijn wel eens gestolen. Ik kreeg 2 jaar Albert Heijn verbod, maar ik de Albert Heijn niet in. Maar... Hij heeft het over de motor. Ja, motor. Yeah. Ik heb hem van zijn scooter af. Andere level wel, man. Echt, hè? Maar luister, ik had dat ding dus in mijn zakken. En ik ga naar onder en dat maakte zo geluid, snap je? En hoe ik onder kwam, zei die mama, hè, van mijn buurmeisje, kom, we gaan touwtjes springen. Ik dacht van, ik heb dat ding net in mijn broek en ik moet gaan touwtjes springen. Oei. Goed toevallig, ja. Ik zei, ik kan niet touwtjes springen, ik kan dat echt niet, want ik wou niet. Oh. Hey, de derde was dat. En we hadden altijd wiskunde, dat was zo fucking saai. Dan hadden we dan 2 uur achter elkaar en daarna hadden we nog een les van dezelfde leraar. Dus dan gingen we altijd in de pauze naar Albert Heijn. En dan gingen we flessen drank stelen, weet je wel, in een rugzak en dan een handdoekje ertussen zodat je niet hoort rinkelen. En dan gewoon een blikje energy kopen, die afrekenen, gewoon met de rugzak naar buiten lopen. Dan gingen we onder het viaduct, zaten we te zuipen, ouwe, in de derde, hè, fucking waren 15 jaar en shit. Zaten we stront bezopen tijdens een fucking wiskundeles. En die leraar had niks door, ouwe, niks. Ik weet het, dit is echt true story. Daarna kom ik erachter, na 2 jaar of zo, vind ik die speeltjes terug. Dat gewoon er nog een kartonnetje voor mijn spiegeltje zat. Oh my god. Dus ik had het voor niks gepikt. Nou, ja, dan heb je 2. Ja. Ja, ik zit op 4,5 gemiddeld. Ja, het is niet slecht voor een meisje. Oké. Okay. Ja, sowieso die eerste. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is wel een... Sowieso. Ja. Nee, dat is echt slecht voor je eigen waarde anders, man. Voor je ego. Maar dat zijn nog altijd situaties. Dus eigenlijk. Yeah. Ja, maar ja, weet je. Ik ga wel voor optie 2, ja. Ja, ik ook. Ja. Ik heb ze overtuigd gezien. Ja. Alleen hij is weer aan het twijfelen daar. Ja, dat is goed, hè. Vind je dat geld iemand betalen voor seks? Ja, nee, maar als je moet kiezen, ik wil toch wel een redelijk succesvol leven leiden. Als ik betaald heb, dan hoeft het voor mij al. Dan, ik denk dat ik niet eens meer kan klaarkomen dan, man. Want ik heb betaald. Je hebt dat gekocht in de winkel gewoon, lukt.